Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is maandag 27 februari, live vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede is dit voetbaltijd. Met vandaag in de opstelling Eddy Pasveer. Eddy, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. En René Wagelaar. Goedemorgen, Mick. Als vaste waarde. Leuk dat je er bent weer, René. Ben je weer beter? Ik ben weer beter, ja. Ja, het was even ik schrok wel een beetje, want hij appte me maandag of dinsdag. Hij zegt, sorry, ik had corona. Ja, wat ja. Verdikkie, man. Een positieve test naar jullie gestuurd. Ja, want ik ben hier ook met jullie, dus uit veiligheid. Maar gelukkig even één dagje koorts. En dat was het dan ook wel. Maar dat, kijk, dat valt nog relatief mee. Nu zit ik als buffer ertussen. Jij zit als, ik zat te twijfelen om een spatschermpje te halen. Maar uiteindelijk, ik ben helemaal negatief en helemaal gezond. Dus dat moet helemaal goed komen. Maar over gezondheid gesproken, Eddy. Leuk dat je er vandaag bent. Want jij zou hier een aantal weken geleden al aanschuiven. Ja. Dat ging helaas toen niet door. We hebben ons geen zorgen hoeven te maken, toch? Verder? Nee, nou weet je, toen was het eigenlijk zo. Ik had een nacht gehad waarin ik me heel slecht voelde. Ja. En ja goed, ik had afspraak met specialisten in het ziekenhuis dat ik, als ik me niet goed zou voelen, dat ik daar hun zou informeren. Dat is gebeurd. Dus toen ben ik naar het ziekenhuis geweest, daar hebben ze me bekeken helemaal. En uiteindelijk bleek ik toch wat hartritmestoornissen te hebben. En goed, dat was verder op zich niet echt heel erg, niet heel ernstig. Maar goed, ja, je krijgt dan wel natuurlijk, je gaat wel weer door de molen. Ja. En ik heb natuurlijk een geschiedenis op het gebied van ziekenhuistoestanden. Ja. Dus Heb je ook zo'n kastje, Ed? Nee. Pacemaker. Zou je dat niet willen? Of? Nee, maar dat heeft ook geen zin. Oh. Nee, is ook niet aan de orde geweest. Maar waar denk dat alleen wanneer het nodig is, toch? Ja. Zeg je? Ik denk dat het alleen nodig is wanneer het nodig is. Dat denk ik inderdaad. Ja, nee, ik ben dus bij mij begonnen met een klein infarctje. En toen hebben ze mij uiteindelijk gecontroleerd in het ziekenhuis. En toen ben ik eigenlijk op de... gedotterd en van daaruit hebben ze gezien dat ik een dissectie en aneurysma, dus een uitbolling en een scheur van 7 centimeter in mijn... Maar ik vraag me altijd, hoe krijg je dat nu weer, dat je toch niet lekker voelt een keer? Ja, dat kan meerdere oorzaken hebben. Kijk, op een gegeven moment, in heel veel gevallen is het, in mijn geval, was erg bang voor een bacterie die ik heb gehad. Een darmbacterie die uiteindelijk toch zijn sporen na heeft gelaten en uiteindelijk... dan ben ik twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis om dat te controleren. Dus, mooi man, dat je in ieder geval weer langzaam nu dat oor veel bewegen mag. Ja, dat is ook de bedoeling inderdaad. Bacterie kom je niet vanaf, dus je zit altijd allemaal vast nu. Ja, ja. Komt er niet vanaf. Laten we het even over de belangrijkste bijzaak hier, dat is wel leuk. Oud-keepers trainer ook en vader van Remco. Ja. Laten we zo meteen even wat meer over je zoon hebben. Maar we hebben ook wat vragen van de kijkers thuis gekregen. Dus die wil ik toch even tegen je aanhouden, Eddy. Dutch Jersey Collector op Instagram. Heb je Instagram trouwens? Ben je een beetje jeugdig? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb wel Instagram, maar ik doe er niks mee. Kijk wat dingen van Remco. Zelfde lichting. Zal ik jullie wel meenemen in dat social media? Ja, waarom? Jullie doen nog met de postduif en alles. Ja, zoiets, ja. Maakt er niet uit. Nou, we hebben via de postduif een vraag gekregen. Wie is een betere keeper? Remco of jij in je tijd? Daar kan ik heel makkelijk over zijn. Dat is Remco. Ja? Ja. Maar ook in, misschien niet alleen carrière, hè? Ook in kwaliteit en zo. Ja, vind ik wel. Ja, veel meer kwaliteit dan ik had. Ja. Zoals? Wat is een grootste kwaliteit van Remco? Ja, kijk, ik vind dat. Kijk, in mijn tijd was natuurlijk dat het meevoetbal nog helemaal niet aan de orde was. Nee. En bij Remco is het natuurlijk wel het geval geweest. Die heeft natuurlijk daar die hele periode meegemaakt dat het meevoetballende aspect een rol ging spelen. Ja. En daar is hij natuurlijk zijn sporen in voorloper in geweest. Ja, mooi. Was dat toen al toen hij begon bij Twente in de jeugd al? Dat het nee. Eerst nog. Dat was later pas. Ja. Maar nu tegenwoordig hebben ze allemaal al vanaf de E'tjes of de F'jes, weet ik veel, begint dat al. Trouwens, over jeugd gesproken. Jij vertelde mij voor de uitzending dat jij onze kleine René Wagelaar ook nog hebt zien spelen. Klopt dat? Ja, ik heb René nog zien spelen bij Beeld van Twente. Ja, Beeld van Twente. Toen C-team. Ja, klopt inderdaad. Het was alleen maar één in het C-team. Was hij toen ook al zo brutaal of is dat door de jaren heen ingegaan? Ik heb met René afgesproken dat ik daar niet over ga. Nee, gaan we niet doen vandaag. Nee. Gaan we snel door naar de volgende vraag. Ik was net je vader. Net zoals mijn vader. Ja. Nou, dat belooft niet veel goed. Nee. Tim Mensing vraagt, hoe oud was jij toen jij werd gescout, Eddy? Was ik 16. 16? Ja. Of, nee, 15 eigenlijk. 15. 15. Jong wel, ja. Hè? Ja. Is Remco ook zo jong? Nee, Remco was iets ouder. Remco was 17. 17. Ja. Hoe is het met Remco? Ja, op zich gaat het goed, denk ik. Ja, het is natuurlijk nu een beetje een tegenvaller dat hij niet speelt. En dat is natuurlijk op zich heel jammer. Ik bedoel, hij had natuurlijk ook graag gehoopt dat hij zou spelen. Ja. Het is natuurlijk ook toch een beetje merkwaardig zoals het allemaal gelopen is. Maar ja, goed, zo werkt het in de voetbalrace schijnbaar. Ja, want die situatie is een beetje... Nou,
kunnen we het vergelijken met hoe Schreuder contact heeft gehad met Blind? Of dat, hoe dat naar buiten is gekomen? Ja, ergens wel een beetje. Eigenlijk geen contact dus. Remco was ook niet geïnformeerd over het feit dat... De nieuwe aan... Ja, dat Roelie zou komen en dat soort dingen. Dus is daarover niet geïnformeerd. Pas op het allerlaatste moment, ja, dan is het makkelijk om dan wat te zeggen. Want dan is het al ondertussen al wereldwijd bekend. Is er dan niet door Remco's hoofd heen geschoten om dezelfde stappen te nemen als Daley? Nee, volgens mij niet. Nee? Ik denk niet dat gespeeld heeft. Nee. Okay. Nee, volgens mij niet. Ik denk dat hij het gewoon gelaten heeft bij wat het is. Ja. Remco zit nu op de bank dus. Hoe zit hij daar? Vindt hij, wat is zijn rol precies binnen het team? En heeft hij daar genoegen mee? Nou, kijk, genoegen denk ik dat je als profvoetballer nooit zult zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel heel vervelend. Hij is natuurlijk niet gelukkig daar in die situatie. Dat snap ik heel goed. Dat snap ik ook wel. Om een bruggetje te maken naar Twente, want daarvoor zitten we hier toch, heren. Dat ben ik als keeperstrainer wel benieuwd, Eddy. Wat vind jij van Unestal? Ja, ik vind Unestal een van de beste keepers in Nederland. Ja? Ja, absoluut. Ja. Natuurlijk heeft hij ook zijn beperkingen, in zekere zin. Maar ik bedoel, het is gewoon een keeper die natuurlijk geweldige reflexen heeft en ja, gewoon het fantastisch doet. Wat zijn kwaliteiten wat jou heel erg aanspreekt in Unestal? Ik vind dat hij een geweldige reflex heeft. Dat zeker. Ik vind hem voetballer wat minder. Ja. Maar goed, kijk, in zijn positie heeft hij natuurlijk ook niet echt van zijn voetballer te hebben. Hè? Nee. Dat bedoel, hij kan gewoon de ballen aannemen en zorgen dat ze bij de goede kleur terechtkomen. En als het niet anders kan, dan schiet hij maar ver weg. Ja. Nee, ik las ook dat hij wel van plan is om wel lang te blijven. Hè? Ja, dat weet je nooit natuurlijk. Kijk, als er straks een Engelse club komt en die zou hem willen, dan wil ik hem wel weer horen wat hij zegt. Ja. Dus dan moet je altijd afwachten. Maar het bevalt hem hier natuurlijk wel uitstekend. Woon niet zo heel ver van Twente af. Niet beduren, hoor. Heeft zijn kindje, het past allemaal hier. Ja, mooie club. Ja. Maar ik wou net zeggen, de motoriek van hem kun je zien. Hè? Dat wel een beetje het echte soepele... Echt wat houterig. Ja, wat houterig als hij wegtrapt. Dat zie je wel. Ja, ja. Ik vind het wel een fantastisch goede keeper. Maar wel absoluut. Een leider in de 16 volgens mij. Absoluut, ja. Duels, niet bang. Ja, hij kleurt enige fout was vorige week tegen Deventer. Ja, precies. Maar dat mag daar een keer. Ja, dat kan 633 reddingen. Dat kan een keer gebeuren. Hè? Dat vind ik helemaal geen probleem. En weet je wat ook nog zo is? Vorige week dan even terugkomen. Dan is Prupper missie in het centrum. Dan heb je Brunsen staan met Hilgers. Twee van 1,80, 1,85. Prupper is er niet bij, want die kopt normaal die bal weg of geeft leiding van komen of niet. Dat was een ingestudeerd geheel. Dus dat mis je dan echt wel. Dat mis je dan wel, dat kun je zien. Hij komt natuurlijk wel verkeerd uit. Ja, goed. Dat kan toch een keer. Maar dit weekend was hij er wel, René. Heb je echt hem gezien, Prupper, als leider dan? Ja, alsnog 3-1. Ja, maar dat vind ik wat moeilijk natuurlijk. Want je speelt A tegen een top 3 club. Mm-hmm. Hè, dat is al... Je speelt uit. Nou, voor Twente is dat blijkbaar toch... moeizaam. Ja, erg moeizaam kun je wel zeggen. Ja. En om dan zo'n geheel bij elkaar te houden. Maar ik vond Prupper niet slecht. Zeker niet. Ik vind dat... Nou, op dit moment heeft hij natuurlijk wel de meeste ervaring achterin. Ja. Dat kun je wel zien. Ja. Vond jij ervan gisteren, Eddy? Ja, ik ook. Ik ben het helemaal met René eens wat dat betreft inderdaad. Dat, is natuurlijk toch een persoonlijkheid die erachter staat. En ik vind dat hij zich toch daarin wel manifesteert. Toch 3-1 verloren, René. Waar ik volg Twente al 40 jaar, Mick. En ik weet niet of Eddy daarmee eens is, maar uit en thuis is al sinds mensenheugen. In 73 zaten ze vlak voor het kampioenschap in de 73. Kuip. 73? Ja, maar om me aan te geven, kunnen ze 's middags daar winnen. En dan laten ze zich op dat moment weer afbluffen. Het is Twente altijd, en dat zit toch op een of andere manier in onze genen, dat je dan niet brutaal, gisteren ook, dan zijn ze niet brutaal genoeg, ook niet op een gegeven moment om door te drukken. Klopt. Een beetje... Ja, het zal behopen vandaag. Niet van de voorreis van, we gaan daar vol erop en we gaan dit. Maar dat gebeurt niet uiteindelijk. Maar het eerste kwartier elke keer wel. Zowel bij de eerste helft als bij de tweede helft. Ja, dat klopt. En dan lijkt het wel af te zwakken een beetje. Hè? Ja. En dan komt zo'n goal natuurlijk. En dan net als er aan iets wegzakt. En er zijn natuurlijk heel veel momenten geweest dat PSV wel eerder had kunnen beslissen. Zo eerlijk is het wel natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ik vind wel dat PSV natuurlijk was wel de betere ploeg. Absoluut, ja. Maar goed, ik hoop dat het niet uitgaat als met een klein vlammetje. Nee. Want ze zijn nu vijfde. Potverdorie, Sparta en Utrecht hijgen in de nek. Als die nachtkaas dan wordt het probleem. Ja, dan wordt het nog straks echt zonde zijn. Hè? En dan helemaal niks qua Europese voetbal. Je staat al 6 punten achter op 4. Ja. Eén van de 4 zal de beker winnen. Wie zit er nog in? Ajax, PSV, Feyenoord, AZ eruit. Ja. Nee, maar Heerenveen staat er nu nog onder. Dus één van die 3, als die de beker pakt, dan telt
volgens mij plek 5 ook weer om eentje op te schuiven. Ja, klopt. Dat het zo zit. Ja, dat volgens mij wel. Dus dan spelen ze alsnog rechtstreeks. Want dan moet je hopen. Die na-competitie moeten ze niet meer in. Nee, dat lijkt me niet goed. Dan ga je in één keer... Dan gaat zie je dat gebeuren dan? Wat zie je dat gebeuren dan? Ah, nou ja. Ajax komt nog hier. Ajax komt nog hier, AZ komt nog hier. Ajax wordt natuurlijk een belangrijke wedstrijd, laatste wedstrijd van het seizoen. Oh man, ik denk dat ze ook bovenop dakstoelen neerzetten dan. Is driemaal uitverkocht. Die jullie zijn er sowieso bij, hè? Ja. Het is wel de bedoeling dat ik er naartoe ga. Ja, ik jij krijgt gewoon kaarten. Nou ja, goed. Of betalen, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Je bent erbij. Ik ben de laatste wedstrijd geweest. Ja. Bij de bekerwedstrijd. Ja, kijk. Of Remco dan speelt of niet speelt. Ik ga er wel naartoe. Dat is toch wel heel leuk. En ik heb nu begrepen ondertussen van dat je als oudspeler dan zelf nog recht op kaarten hebt. Dus, nou, dan dus weet het al helemaal mooi. We gaan ervan uit dat... Want als zij spelen, waar als je... Oké, okay, nou, ik schets jou even de situatie. Remco staat op doel bij Ajax. Ajax Twente. Twente Ajax, wat jij wil. Voor wie juich je dan? Heel eerlijk. Ja, natuurlijk. Ik hoop natuurlijk allereerst dat Remco gewoon een geweldige wedstrijd speelt. In dit geval als hij zou gaan spelen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Tegen minder doelpunten voor ons, dat wel. Ja, goed. Maar dat is dan eventjes wat waar de prioriteit ligt. Hè? Ja. Dus, en dan, in dat geval is natuurlijk toch... dan ben ik toch wel natuurlijk dat ik toch zeg van... geen met Remco dan maar. De voorkeur. Groot gelijk ook wel. We gaan ook veranderen bij Twente. Dat wel volgend jaar. Ja, denk je dat? Ja, onder andere? Tuurlijk. Nou, ik denk dat er wel een stuk of 5-6 sowieso gaan. Ja? Dat verwacht ik wel, ja. Nou, als jij in je glazen bol mag kijken? Nou, dan denk ik, als er een club een beetje wakker is, dan zou ik Oenestal wel ophalen. Ja. En ik zou Smal, even nog maar één jaar, Saruki dan, Hilges. Misitjan loopt af. Even kijken, Tjerni, maar die heeft nog een optie met 2 jaar erin. Mm-hmm. Dus die zal dan wel opgelicht worden. Ja. Dus die zit nog wel 2 jaar erin. Maar goed, kan ook nog. Ja. Ja, dan krijg je zometeen een heel ander team te zien. Ja, een heel ander team. Ja? Ja. Ik ben benieuwd. Want, wat een leuke uitdaging voor deze week ook officieel geworden dat Brugink die rol dan op zich neemt. Ja. Ken jij Manny? Arnold ken ik wel. Ja, zeker. Wat vind je ervan? Ja, ik denk dat het een goede is. Arnold heeft natuurlijk een geweldig netwerk ondertussen ontwikkeld door de jaren heen. Dus die heeft denk ik wel een goede kans om te slagen als technisch directeur. Dat denk ik wel, ja. Jan nog een beetje helpen? Ja, nou, ik weet wel zeker dat gaat gebeuren. Dat gaat ook gebeuren, tuurlijk, natuurlijk. En ik denk ook dat het een goede combinatie is. Maar kijk, Jan heeft natuurlijk ook bewezen dat hij... Vanuit niets eigenlijk. Ja, hij zat wel in Rusland toen volgens mij. Ja, dat hij toch een geweldig niveau heeft als technisch directeur om zich daarin... laat te maken. Als je maar niet van het pad af gaat wijken. Als je maar gewoon streed blijft. Ja. En die weg wil ik volgen en hard rechterrug houden. Ik denk dat hij dat ook wel doet. Ik denk dat Jan niet... Jan kan Arnold dat? Ook? Arnold, ik denk het wel. Ik denk het wel dat hij dat zo... Ja, wel. Zeker als hij gestuurd wordt. Zoals in geval door Jan. Dan denk ik wel dat blijft Jan ook echt alleen maar tot 1 september denken dat heren? Of zou hij... Want volgens mij vindt hij het vak wel echt heel leuk. Ik denk dat hij op de achtergrond nog wel wat blijft doen. Ja, ik ook. Daar ben ik wel van overtuigd. Weet je wat ik wel zou willen? Dat hij in de RVC ging als technische man dan. Want daar zit weinig voetbal nou in. Een mooie rol. Ja. Dat is wel en daarin. Dat is wel waarom mooi. Is dat altijd zo, René? Dat er weinig mensen met voetbalkennis in zo'n RVC zitten? Oh, dat valt nog wel mee. Bij Ajax had je toen Blind van der Sar, heeft er nog even vol mee. In de RVC? Maar bij Feyenoord had je Troost toen volgens mij. En, maar over het algemeen bij Twente niet zoveel. Nee. Bij Twente is dat niet. Maar of dat oude spelers niet willen. Maar het zou wel goed zijn. Ja. Het zou wel, daar moet een voetbalman in zitten. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, over het spel heel even terug weer heren, afgelopen zondag. Jans die kwam na die tijd nog bij ESPN langs. Die gaf aan, er zijn een paar dingen en ik vind dat al een paar wedstrijden bij een paar spelers dat beter moet. Anders moet je als trainer ook maar eens een keer in gaan grijpen. Waar zal hij het over hebben? Ik denk, Brenet was zwak. Ja? Zelfs heel matig, ja. Maar wat heel is ingrijpen matig. Dan? Ja, dan Samstad opstellen en Brenet eraf halen. Ja. Dat lijkt mij, die zit bij die goal... Ah, dan moet je de beelden terugkijken. Hij loopt eventjes nog naast Da Silva en laat hem zo langzaam weglopen. Er zit 3 meter op laatst tussen. Hilges heeft een man wel. Die volgens mij Luc de Jong. Maar Da Silva komt gewoon vrij tweede paal. Dat is duidelijk een fout. En ook aan de bal was hij matig. Nou waren het ook wel vlijmscherpe voorzetten. Ja, maar je moet meelopen met een man. Dan is er niks aan de hand. Ja, dus maar ook andere momenten wel. Ik vond Brenet niet goed, maar... Er waren er wel meer die niet. Ik vond Tjerni was niet goed, speelde niet. Van Wolfswinkel niet gezien. Flap niet gezien. Als jij niet in de situatie komt, dan gaat het mis. Als je in de situatie komt, gaat het mis. Dat is niet normaal, hè? Nee, dat is toch niet normaal, hè? Dan zou je toch denken... Kun je niet bedenken, zoiets? Dat kan niet. Hoe kan het? De rebound, aan de bal. Ja. Bedoel je? Ja. Aan de bal. Ja. Dus er moet eigenlijk, als het zo doorgaat tot het einde van het seizoen, moet je zelfs denken aan een andere nummer 10. Ja. Ik moet er wel een hebben die toch 5 tot 10 goals maakt op die positie. Ja, dat leek me wel, Of 3, 4 voorbereiding. Ja.
Wat is een hand, als jij nou trainer was dan René, wat is dan een harde ingreep? Wat zou jij doen? Nou, ik kan niet zo heel hard ingrijpen, want wat ik al zeg is Brenet en het middenveld, daar kan die niks meer, want Saruki is er zondag niet bij. Ja. Dan moet iemand uit de onder 13 erbij halen. Want er is overigens niet veel meer. Speelde Salah Eddin wel ongelooflijk goed op het middenveld. Ajax-opleiding, kun je zien. Ja. Zo makkelijk aan de bal, zo comfortabel, zo soepel, tik, tik, iedere keer een goede oplossing. En Saruki? Vonden we daarvan? Ja, die zal ook wel een beetje geknakt zijn door de afgelopen winter, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Die heeft ook zoiets van, was het seizoen maar voorbij, dan kan ik... Wel na, hè? Ja, dus, ja, dat vreet wel aan je. Als je dat allemaal meemaakt, speelde gisteren ook niet goed. Nee. Nee, speelde ook niet goed. Maar wie wel, kun je beter vragen. Wie wel, René? Ja. Wie wel? Ja, Eddy. Unnestal. Ja, Unnestal weer degelijk. Ja, normaal, die bal van dingetje onderin. Ja, die stond er weer. Ja, en waar we het net over hadden, de verdediger van Hilgers en Pruppen vind ik dit maar Hilgers gaat ook niet vrij uit bij die goal. Nee, dat is waar, maar over het algemeen wel stabiel, toch? Wel. Ja, over het algemeen oké. Okay. Maar gisteren, we hebben het over gisteren, wie was er goed? Ja, die was ik vond alleen Saladin. Ja. Maar die is niet van Twente dan, maar goed. Ja. Hij speelt er. Ja. Die zouden ze wel over kunnen nemen misschien, als ze, die zie ik bij Ajax nog niet zo op basis pakken. Nee. Nee, wordt vervolgd heren. Ja. Nou ja, daar hadden het net al aan, Ajax. Nee, we hebben een hele mooie prijsvraag. Een nieuwe winactie weer. Maar goed, laten we eerst even de winnaar van deze week over de bankoverval. Niet schrikken, Eddie. Nee, het is geen echte overval. Heb jij het gelezen, Eddie? Nee, ooit van gehoord? Nee. Frank Kraken. Ja, ik ken het wel. De titel ken ik wel, De grootste bankoverval aller tijden. Ja. En wat was die groot, hè? Zelfs voor René een heel fijn boek, want er zitten ook plaatjes in. Ja, ik ben nog niet zover. Ik ben nog bij de P van plaatjes. Ik moet nog beginnen. De winnaar van dit mooie boek, ik heb hem hier voor me staan, is Bernadette Jaspers. Bernadette, van harte gefeliciteerd. Er wordt contact opgezocht. Waar woont ze? Ik heb geen flauw idee, maar die gegevens gaan we allemaal aan haar vragen. Speciaal voor jou, René. Jij bent de moeilijkste niet. En jij had een hele mooie nieuwe prijs, René. Twee kaarten Ajax NEC van aanstaande zondag. Dus, zondag 5 maart, hè? Ja. Het is een beetje een kort dag, maar mensen die kijken en abonnee worden en nou ja, jij weet ja, liken. Even, want wij gaan op Instagram, gooien we altijd, voor de mensen die niet helemaal weten hoe het werkt, op Instagram gooien we altijd een poster uit, dus ga daar op reageren. Zij snappen daar helemaal niet van. Reageer dan onder, volg ons op Instagram en like ons en dan wordt de winnaar, die wordt aankomende vrijdag al benaderd. Op de socials, ja. Want vrijdag, zondag is die pot. Juist. Dus zorg dat je beschikbaar bent in ieder geval. Juist. Dus like alles op Instagram, de Instagram link staat wel onderaan. Maar jij kan niet meedoen, hè, Eddie? Jij had geen Instagram. Misschien kan Remco meedoen voor je. Heeft Remco Instagram? Nee, Remco heeft helemaal niks. Nee? Die heeft helemaal geen socials. Niks. Doet er niks mee. Zou leuk zijn als Remco een paar kaarten wint voor Ajax. Ja. Dat doet hij heel goed. Heracles, heren. 7-0. Telstar. Ja. Dat is toch niet normaal? Helemaal naar wat we de afgelopen week hebben gezien. Nou, het was niet allemaal met 7-0 of Telstar. In slaapzussen was het. Een hat-trick. Ja, in slaapzussen. Terwijl die inviel eigenlijk, hè? Ja. 39ste minuut al, of 36ste minuut al. Ja. Heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Ja. Italiaan werd gestraft omdat hij weer te veel tekeer ging. Ja. Hij had alweer meteen bonje met de scheids en met de tegenstander en met de, op zijn Italiaan. Maar vond het ook niet leuk dat hij werd gewisseld. En dat zagen we ook bij Chani. Ja. Dat een beetje eraf gehaald worden, een beetje geïrriteerd. Ja. Nou, zowel bij Strano als bij Chani. Maar Heracles, dat is in slaapzussen, want je... Kijk, dit is KKD natuurlijk en dan ben je met 7-0. Maar goed, dat zegt mij niks. Ja, maar dat is ook een beetje verplicht aan zijn stand. Hè? Om een goede score neer te zetten. Daarom hadden ze al weken niet meer gehad. Nee. En straks in de Eredivisie, wat we al zeiden, dan wordt het andere koek. Want dat Telstar, dat in het begin nog even 1-2 kansjes en daarna hebben ze niet meer gezien. Echt, het lijkt helemaal. Dat is een soort tweede divisie. Ja. Betaalde amateurs. Goed. Ja. Volgend jaar gewoon nog steeds in de Eredivisie, hè? Ja. Met heel veel nieuwe spelers. Eddy, ja. Heracles in de Eredivisie? Volgend jaar wel, denk ik wel. Ja, dat ben ik denk ook wel. Ja. Mooi. Ja, promoveren. Dan gaan we dat meemaken. Ja, wat ik wilde nog zeggen. Zowel bij Heracles als Twente zien we dat nu. Een speler die gewisseld wordt en die dan aardig geïrriteerd naar de kant loopt. Ja, ja, maar dat is tegenwoordig niet. Wat professionaliteit een beetje? Wat ja, wat maar aan de andere kant, ik bedoel, andere kant is misschien ook wel zo dat het ook wel iets zegt over hoe die spelers zijn. Tegenwoordig. Ja. Bedoel, kijk, ze willen allemaal spelen. Ja. Dat is logisch. Kijk, en als je dan gewisseld wordt, is dat natuurlijk, dat is niet leuk. Vechtlust, hongerig. Ja, precies, hongerig. Dat je gewoon, je wil graag spelen. Ja. En als je eraf gaat, dan is dat wel heel vervelend. Ja. Dat snap ik ook wel. Ja, dat vind je heel vervelend natuurlijk. Maar het was wel terecht. De wissels die gisteren ook waren bij Twente, waren terecht. Ja. Natuurlijk. Absoluut. Mooi, heren. Dan komen we alweer aan bij volgende week. Heerenveen thuis op bezoek. Zaterdagavond. Dat vind ik altijd zo gezellig, hè, trouwens. Ga je? Dat moet ik wel zeggen, zaterdagavond. Ja, ik heb nog geen kaarten. Misschien dat ik ergens
nog uit de hogere hoed. Misschien dat jij iemand van mij... Ja, ik kan wel een kaart regelen. Dat vind ik leuk. Ja, maar zaterdagavond vind ik altijd zo leuk. Ben je alleen of met je vriendin? Met mijn vriendin. Oh, ja. Ik kom wel uit Amerika. Mijn vliegticket, heb je dat er ook bij? Nee, dat zit er niet bij in. Zit er niet bij in? Moet apart betaald worden. Nee, dat is apart. Hey. Maar wil je dat? Wil je er echt naartoe? Ja, lijkt me leuk. Maar ik ga wij een keer, René? Beetje analyseren samen. Wij gaan nooit samen. We appen ook altijd een beetje van... Ik werk net een paar weken samen met jou. Je wil wel heel snel. We moeten toch die band een beetje... Ja, maar die band... Ben jij ooit een keer met René naar zo'n wedstrijd geweest? Nee, we hebben nooit samen op de tribune gezeten. Nee, ik niet. Maar adviseer je mij dat of zeg je van, laat maar lekker gaan? Nee, ik zou met René wel aandurven. Ik moet zeggen, ik heb hem wel een paar keer meegemaakt op de tribune. Ja, daar zal ik me niet te veel over vertellen. Dat wil ik wel even weten. Dan geef ik wat dingen prijs aan die liever niet even. Dus, nee, maar goed, met allerlei mensen, dat zul je dan wel herinneren. Waar je dan op de tribune, wat voor mensen hier dan zitten. Dan ben je altijd wel gezellig en lachen. Nou, we zijn er bijna doorheen. Als de camera's uit zijn, dan wil ik het wel even weten. Mag je straks doen we dat. Gelukkig, dankjewel. Ja. Twente, Heerenveen. Als Heerenveen zo speelt als de eerste helft tegen RKC, dan wordt het heel moeilijk. Speelden ze fantastisch. Ja. Als ze 3-0 voor moeten staan en potverdorie, RKC tweede helft. En het zakt in. Ja, en verliezen met 4-1. Ongelooflijk thuis. Ja. Dus hebben ze wel een tikkie van gehad. Ja en Twente thuis zijn ze altijd heer en meester. Dus. Ja. Maar nu na deze twee nederlagen heeft Jan zijn hoop werk deze week. Ja, en Saruki is er niet bij. Ze moeten ook wel, hè. En Keurle is er niet bij. Nee. Ah, dan moet je gaan spelen met Stijn, Flap en Salahidin. Wel aardig aanvallend dan. Dat is alweer aardig aanvallend tegen Heerenveen. Ja. Dus, potverdikkie, dat was nog een uitdaging. Ze hebben geen verdedigende middenvelden meer. Voorspelling, René. Keiharde voorspelling wil ik van jou. Toch maar 1-0 voor Twente. 1-0 maar. Ja, Twente scoort niet makkelijk. Nee. En Heerenveen is een prima elftal. Ja. Als die, dan moet ik hopen dat Heerenveen niet scoort. Nee. Dat hoop ik. Maar... Anders wordt het lastig. Ja. Eddy? 2-0. 2-0. Duidelijk. Ja. Dan 6 maart, volgende week maandag. ADO Den Haag tegen Heracles. In Den Haag. Ja. Dat wordt een hele zware dobbel voor Heracles, vrees ik. Ik ook. Dat denk ik ook. De advocaat heeft de zaak te aardig aan de gang op. Ja, is wel compleet anders dan hoe het begin van het seizoen ging. Ja. Maar wel knap zoals hij het doet, moet ik eerlijk zeggen. Dat is toch wel bijzonder. Ik denk 1-1. Eddy? Ik houd op 2-1 voor ADO. 2-1 voor ADO. Ja. Spannend, heren. Nou, we gaan het meemaken. Ja. Staat genoteerd. Dan gaan we het hier ook bij laten. Eddy, leuk dat je er was. Dank je wel. Graag gedaan. Doe Remco de groeten. Zal ik doen. En jij ook bedankt, René. Hopelijk tot volgende week. Ja, daar ga ik vanuit. Dat hoop ik ook. Ik hoop niet dat corona hebben ons aangestoken. Nee, dat zeggen we. Anders gaat het helemaal niet meer door, het hele feest. Vergeet niet nogmaals te liken op Instagram. Aanstaande vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt van de kaarten van Ajax NEC. En dan volgende week kunnen we ook al gelijk even buurten. Of hoe dat gast was, zeg maar. Degene die dat heeft gewonnen. En onze gast. En onze gast voor volgende week. René? Patrick Busby, de hoofdscout van Twente. Hoofdscout van Twente. Onze gast, ja. Gezellig. Ik kan nu al niet op wachten. Ik heb er zin in. Stel de vragen maar. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Voetbaltijd van maandag 27 februari. Live vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. En tot volgende week.